Er zijn al wat mensen, dus ik ga natuurlijk ook even die mensen vragen. Wat hebben ze met Ed van der Elske? Het is natuurlijk een fascinerende man geweest. En, zeker als fotografie heeft hij natuurlijk, is hij baanbrekend geweest. Parijs, hè? Tuurlijk, maar dat boek over Amsterdam is ook erg mooi. Oh ja? Hij heeft er een aantal gemaakt, toch? Ja, maar dat hij met dat hippie meisje voorop staat. Ik ben vandaag bij Beeld en Geluid in Hilversum en daar wordt een lezing gegeven over de beroemde fotograaf Ed van der Elske. Straatfotograaf, beroemd geworden met foto's uit Parijs, maar ook Amsterdam. Films gemaakt, eigenlijk de eerste vlogger die Nederland rijk was. Dus hij is een vlogger avant la lettre. Wat vind jij nou zo prachtig aan Ed van der Elske? Wat vind je nou zo bijzonder? Nou, dat hij zijn onderwerpen heel dicht bij huis zocht. En zijn eigen leven ook een deel was van de verhalen die hij vertelde. En dat doe jij eigenlijk zelf ook? En dat doe ik zelf ook, ja. En ben je ook door hem geïnspireerd? Ja, ik ben door hem geïnspireerd, ja. Mag ik eens vragen wat jij van de lezing vond? Ik ben vlogger. Ja, hoor ik. En wat moet ik zeggen? Wat vraag? Wat vond jij van deze lezing? Fantastisch. Ja? Ja, ik vond hem echt fantastisch. Echt heel mooi. Dat Bert dus die inleiding gaf over Ed's hele oeuvre. Ja. Op een hele goede en enthousiasmerende manier. En hele bijzondere fragmenten die hij heeft gekozen. Die er zijn gekozen. Mm-hmm. Ja, en Frans natuurlijk als fan, als tegenhanger en als geestverwant. Dus allebei. In dezelfde stijl. En heel, heel mooi bij elkaar. En je kende hem ook? Ik kende hem ook, ja. Kun je er iets over zeggen? Nou ja, ik een van de dingen is. Wat ik me herinner, want het is al lang geleden, dat hij was ziek geworden. En had kanker. En ik werd benaderd door zijn broer, want die wilde hem, omdat hij niet meer erg mobiel was, die wilde hem een schotelantenne geven. Zodat hij naar televisie van over de hele wereld kon kijken. Mm-hmm. En ik was een van de eerste bezitters van een schotel. Dus toen kwam hij met zijn broer samen, kwamen ze bij ons naar onze schotel kijken. Wat je er wel en niet mee kon. Maar wat vind jij nou het mooiste van zijn werk, van zijn film? Wat is je favoriete boek van hem? Want hij heeft natuurlijk hele mooie boeken gebruikt. Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee. Ik ben niet echt een hele ingewerkte kenner van zijn werk. Ik ken dus een aantal van zijn films. En zeker toen ik nog zelf aan het begin van mijn loopbaan stond. En ik zijn eerste film gezien heb. Welkom in het leven, lieve klein. Mm-hmm. Maakte dat een grote indruk op me. Dus deze deur heeft u om uw buren te pesten? Ja, s'nachts. Nee. Ik dacht dat u bedoelde dat de buren nou mee te pesten. Nee. Ik ben wel geïnspireerd altijd geweest door het feit van hoe jij documentaires maakt. Ik werkte bij de televisie. Ik had die kans niet om het zo te maken zoals jij het deed. Ja, ja. Maar ik vond dat altijd fantastisch. Want je was er altijd zelf als het, met je commentaar echt bij. Je was zo dicht bij je onderwerp. Ja. Dat vond ik mooi. Nou ja. Dankjewel. En ik vind het leuk dat het jou geïnspireerd heeft. Ik vind het fantastisch dat ik even zo met jou heb kunnen praten. Want je bent wel een held van me. Dat heb je dan af en toe, dat je een held ontmoet. Nou ja, ik word helemaal verlegen. Echt waar? Ja.
Waarom? Nou ja. Waar word je daar nou verlegen van? Ja, ja. Weet ik niet. Ja, het was een hele mooie lezing eigenlijk over vloggers avant la lettre. Ed van der Elske en ja, ook wel Frans Bromet. Zijn stijl van filmen waarbij hij zelf ook aanwezig is. En vloggers zijn natuurlijk ook in hun product aanwezig. Ja, ik doe eigenlijk niks met vloggers. Ik kijk nooit naar vloggers. Nee. Dus ja, ik kan er weinig over zeggen, ja. Maar dat zijn mensen die natuurlijk zelf ook persoonlijk, als het ware, dingen uit hun leven vertellen. Ja. Ik ga hier naartoe, praat met jou. Ja, ja, dat, ik denk wel dat het heel erg verwant is met wat Ed deed en wat ik doe. Leuk ook dat ik even de kans had om met ze te praten. Wel met de vrouw van Ed van der Elske als met Frans Bromet. Ik ga nu naar huis. Ik ga deze film monteren. Die komt vanmiddag online natuurlijk. Vergeet je niet even te abonneren op mijn kanaal. Je hebt hier dat icoontje. En daar kun je op drukken. En dan moet je even op abonneren klikken. En dan ben je een abonnee. En dat zou ik erg prettig vinden. En erg leuk ook. Nou, dit was mijn vlog voor vandaag. We spreken.